De bal rolt weer. Dit weekend was de aftrap van de Dutch Street Cup, de voetbalcompetitie voor daklozen. 12 herenteams en 3 damesteams gaan met elkaar de strijd aan in de regionale competitie voor Zuid-Nederland. 2 van die teams komen uit Eindhoven. De Dutch Street Cup is een landelijke straatvoetbalcompetitie. Het komende half jaar zijn er in verschillende regio's in het land wedstrijden. En de beste teams spelen in september de finale rondes in Amsterdam. De directeur van het Leger des Heils, Hans-Martin Don, en wethouder Joost Helms van Sport gaven het officiële startschot. En mochten natuurlijk zelf ook even een balletje trappen. Ja!